Nick Nachtegaal, centrale verdediger bij ADO onder 15, tevens aanvoerder. Vandaag de eerste wedstrijd in de Eredivisie laag. Jullie zijn gepromoveerd na de winterstop. Hoe is die wedstrijd bevallen? Ja, best leuk ook. Ja, nieuwe competitie, nieuwe tegenstanders. Dus en nieuwe uitdaging natuurlijk. Ja, precies. En dan gelijk een zware tegenstander, denk ik, met FC Utrecht als je naar de pool kijkt waar jullie in zitten. Jullie winnen met 2-1, maar hadden denk ik in het begin van de wedstrijd wel moeilijk. Hè? Jullie kwamen 1-0 achter. Kan je beschrijven hoe dat ging? Ja, het was een beetje wennen, want ja, meestal speel je tegen andere soort tegenstanders. Hun hadden een nieuwe tactiek en ja, hun komen net van de hoogste divisie. Dus ja, we spelen een soort van anders dan waar we in die competitie zaten. Dus dat was even wennen. Ja, precies. En je kwam dus inderdaad binnen 10 minuten al met 1-0 achter door een strafschop. Volgens mij stond je er wel dichtbij. Kon je zien wat er gebeurde? Nee, niet soort van echt goed. Want ja, ik kwam net teruglopen, dus kwam ik achter hem. Maar ja, ze zeggen dat er getrokken werd, maar ik weet voor de rest niks. Nee, en dan kom je uiteindelijk dus met 1-0 achter. En dan is het denk ik de veerkracht die jullie tonen. Kom je beter in het spel? Gaat het wat beter lopen? Valt ook die 1-1 in die eerste helft? Hoe zorgden jullie ervoor dat je toch onder die druk van Utrecht uitkwam? Want ja, jullie hadden duidelijk moeilijk in het begin van de wedstrijd. Ja, gewoon kijken hoe hun spelen en daarop dan anticiperen gewoon. En dan gewoon ons eigen spel spelen. En toen ja, op het conditiegebied waren wij goed, vond ik. Dus ja, we konden uiteindelijk niks meer. Nee, en dan valt uiteindelijk die 1-1 voor rust. Ga je ook met die tussenstand ga je rusten. Dan komt die tweede helft. Gaat een beetje gelijk op in mijn ogen. Misschien aan het eind dat zelfs FC Utrecht wat meer op onze helft speelt dan of op jullie helft speelt dan dat ze op die van hun eigen doen. En toch weten jullie de wedstrijd dan nog te winnen. Hoe kwam dat? Ja, gewoon. Het was een voorzet. En ja, hij kwam goed. Dus ja, we hadden niet echt veel. We hadden best veel kansen. Maar ja, hun hadden goed verdedigd ook. Maar ja, met een voorzet dan. Ging hij er toch in, gelukkig. Ja, want je begint al over dat doelpunt. Jullie komen eerst nog 10 minuten voor tijd met 10 man te staan bij de gelijke stand. En dan ver in blessuretijd krijgen jullie een vrije trap. Je gaat zelf mee omdat je een van de grotere spelers ook bent. En dan valt hij voor je voeten. En en dan? Ja, ik weet niet. Ik kreeg hem zo in de draaihalve om al een soort van. En ja, hij ging er gelukkig in. De lat volgens mij. Ja, hij ging volgens mij via de lat en dan via de rug van de keeper ook nog de goal in. En wat gebeurt er dan op het veld met het elftal? Ja, ik geloofde het eerst ook niet. Ik werd echt heel erg blij en toen kwam iedereen naar me toe rennen. Ja, dat was wel heel leuk, ja. Ja, en dan is het nog eventjes spannend denk ik de laatste minuten. Want de scheidsrechter telt toch nog denk ik 3-4 minuten blessuretijd erbij. Hoe zorgen jullie er dan voor om dan toch die overwinning over de streep te trekken? Ja, met z'n allen verdedigen en gewoon druk zetten en coachen. En dan kom je er wel onderuit volgens, Ja, en dan dus de eerste 3 punten gelijk in deze pool tegen dus nogmaals een sterke tegenstander. Hoe kijk je naar de rest van het seizoen? Nou, gewoon zo doorgaan even gaan gewoon. En dan gewoon zo, ja, dat. Proberen eerste te worden? Ja, dat. Oké, wens ik heel veel succes bij. Ja, dankjewel. Zwaai voor